Ik ken echt een andere taal. In 2001 meldde Andy Groenewoud zich met koffers contanten aan criminele winsten bij de advocaat van de onderwerp Ewout Hiekst. Er moest ervoor gezorgd worden dat dit geld bij de Belastingdienst als legitiem winst kan worden aangegeven. Hiekst ging toen op zoek naar iemand met ervaring in de wat donkere stegen van de vastgoedsector om de operatie vaste vorm te geven. Nou, een geschikte aannemer voor deze klus was snel gevonden, Roger Hoorn. Het ging om een aantal panden, waaronder de Van der Stadenstraat 137 en de Amsterdamse Pijp. Hoorns opdracht in deze zaak was simpel. Neem wat met zwart geld aangekocht vastgoed in beheer, verdien ermee zoveel je wilt, en zodra je klaar bent, lever je de oorspronkelijke koopsom gewoon bij de geldschieter en stille partner op de achtergrond in, als legale winst dan. Alle overwaarde is uiteraard voor de uitvoerder. De enige voorwaarde is dat er een groot woord te hangen komt. Hier verwaalt CC Faas vastgoed, een bedrijf van de keurige projectontwikkelaar Roger Hoorn. Natuurlijk zijn aan dat soort overeenkomsten risico's verbonden. Een ervan is dat de achtergronden van de deal bij justitie bekend worden. In het geval van de Van der Stadens 137 is dat gebeurd. Voor Hoorn überhaupt aan enige uitvoer toekwam, verdween de man op de achtergrond achter de taallijst. Diegene die de deal geregeld had.